onze derde les van Photoshop 3 hebben we het speciaal over de filters. En hier zie je ergens wat je kunt bereiken met een paar filters. Hoe kunnen we dit beeld hier bereiken? Wel, we gaan eraan beginnen. Het eerste wat we gaan doen is een selectie maken van het kind in zijn wagentje. Zo. Dan gaan we die selectie uitbreiden. Filter. Nee, selectie. Veranderen. Uitbreiden. En we zeggen 40 pixels. We zien dus dat we een mooie uitbreiding krijgen hier. Ik zie ook dat we hier nog altijd een beetje te veel hebben. We gaan dat eens even wegdoen hier. Zo. Een klein stukje. En nu gaan we hier een doezelaar opzetten. Select. Verander. Een verder of terwijl een doezelaar van 40 erop. En daarmee is dat gebeurd. Wat gaan we nu doen? Die selectie omkeren. Select. Omkeren. En nu gaan we de filters toepassen hier op onze achtergrond. De eerste filter die we toepassen is een ruisfilter. We voegen toe Gaussiaans en monochromatic, dus geen kleur erop. En we zeggen oké. Nu gaan we daar het filter bijzetten. Het filter radiaal vervagen. Zo. We zetten die op draft hier, op zoom. En ja, 95 of 100 hier. Het is al om het even, daar steek ik niet op. En we zeggen oké. En zo krijgen we dus het effect wat wij moesten hebben. We doen de Ctrl D en dan is ook onze selectie verdwenen. Je ziet dus dat het manneke precies hier uit de achtergrond komt gereden. Even kijken naar het origineel. En ja, ziet, dat is dus identiek aan het vorige. En daarmee is deze oefening beëindigd.